Ik ben Monica Lem, ik ben 24 jaar en ik zit op de opleiding Finance and Control aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat het heel erg bij me past. Ik hou van werken met cijfertjes, maar ik wilde ook iets waar je toch met mensen in contact komt. Je krijgt vakken zoals marketing, bedrijfsorganisatie, maar ook vakken die meer op de rekenkant vallen, zoals management accounting. Dus dat is wel divers en in het tweede jaar kies je echt voor finance and control. En in het tweede jaar doen we nu een beroepsopdracht. Dus dan gaan we echt bij een bedrijf kijken wat kunnen we voor jullie oplossen. Het is zeker wat ik ervan verwacht had. Nou, dat er wel naar details gekeken wordt en dat er ruimte is voor mij als persoon. Dus dat het een soort combinatie van een beetje business is en toch persoonlijk. Ja, in het eerste jaar word je goed geholpen om de overstap te kunnen maken van de middelbare school naar het HBO toe. Je wordt een beetje in de gaten gehouden door je coach en je kunt altijd terecht bij je studentmentor. Het is gewoon een hele fijne school met een hele fijne sfeer. Toen ik op de open dag binnenstapte, voelde ik die sfeer al gelijk en was ik verkocht. In principe staat er 40 uur voor de studie. Als je die helemaal vol maakt met studeren, dan haal je hem ook zeker wel. Maar sommige mensen hebben gewoon minder tijd nodig. En daarnaast kan je makkelijk sporten of een baantje hebben. Dus dat is heel prettig. Na mijn studie weet ik nog niet precies wat ik wil. Maar ik ben wel aan het kijken naar de business control kant. En dat houdt in dat je van een afdeling bij een bedrijf de financiën in de gaten houdt. In de toekomst lijkt het me heel erg leuk om in het buitenland te werken. En dat kan op zich met deze studie ook wel. Je krijgt gewoon Engelse lessen en de boeken zijn in het tweede jaar ook veel meer in het Engels. Dus je krijgt er wel een beetje feeling voor. Ja, ik zou bij het kiezen van een studie vooral kijken naar de vakken die gegeven worden. Want dat is uiteindelijk wat je gaat doen. Lijken de onderwerpen je leuk? Gewoon heel erg op je gevoel afgaan. Is dit wat ik wil worden? Het lijkt me hartstikke leuk om je hier volgend jaar op school te zien rondlopen. En ik hoop dat ik je dan ook kan zien volgend jaar.